Ik zit achter in de woonkamer, met mijn rug naar de straat. De enige plek waar het internet werkt. Ik staar door de glazen deuren naar de betonnen tegels van het dakterras. Een tint donkerder dan de lucht. Poreus, regenwater dat door minuscule gaatjes naar binnen sijpelt. De eigenaresse wil niet dat ik de witte gordijnen aan de straatkant open. De mensen kunnen naar binnen kijken, zei ze. Het appartement bevindt zich in het oude centrum van Gent. Iedere dag passeer ik het Gravensteen, een belachelijk bouwsel dat een kinderlijke nabootsing van een middeleeuwse burg lijkt, maar dat, nog idioter, echt is. Schuin tegenover mijn appartement staat een klooster dat wordt bewoond door een gemeenschap van 9 karmelieten. Ze hebben een website waarop staat te lezen dat zij, de Gentse karmelieten, tot de ongeschoeide soort behoren. Wanneer de zon soms plotseling door de regenwolken breekt, open ik stiekem de gordijnen aan de straatkant. Ik ga op een van de witte banken liggen en ik speel een spelletje op mijn telefoon. Na een tijdje vallen mijn ogen dicht en 2 uur later word ik wakker. Het is weer gaan regenen. Het is kil geworden in de woonkamer. Ik moet plassen, ik moet opstaan. Iets doen. Gisteravond maakte ik een wandeling door de stad. In noordwestelijke richting liep ik het oude centrum uit, de lange, smalle Phoenixstraat in. Het was er lelijk en chaotisch. Huizen leken er dwars door elkaar heen gebouwd. Afval puilde uit vuilniszakken. Uit cafés klonk dreunende hiphop. Alles heette er Phoenix of Phoenix. De snackbar, het pizzarestaurant, de kapper, de 2 kroegen, een groentewinkel. Ondanks de muziek hing er een vreemde stilte in de straat. Ineens wist ik zeker dat er iets stond te gebeuren en dat het niet goed zou zijn. Ik verlangde intens naar de zacht verlichte toren van de Sint-Baafskathedraal, de roerloze wilgen aan de Lievekaai, hun weemoedige takken die het water raakten. Maar ik liep verder. Op de terugweg passeerde ik het Karmelietenklooster. Aan de deur was een flyer bevestigd. Iedere mens heeft een kant die hij van zichzelf niet kent, zijn schaduw. Wat belet ons om helemaal onszelf te zijn? Hoe maken wij onze schaduw tot bondgenoot? Aan de Ajuinlei ontdekte ik een naamloos antiquariaat. Ik zag meteen dat men hier niet de eerste de beste vergeelde pockets verkocht. Ik moet wel erg eenzaam zijn geweest, want na een tijdje liep ik, in mijn handen een paar prachtige oude Soerkamp-edities, op de tafel af. De winkelier keek niet overdreven vriendelijk op van zijn werkzaamheden, maar toch ook niet regelrecht vijandig. 2 uur later en 3 glazen wijn verder moest ik concluderen dat zijn hautaine voorkomen onderdeel uitmaakte van een zorgvuldig opgebouwd imago, dat me eerst excentriek en later vooral aandoenlijk voorkwam. Hij vertelde dat hij Andreas heette, uit een aristocratische familie kwam en een mislukte academische carrière had ingeruild voor deze boekenwinkel. Hij opent de winkel wanneer hij daar zin in heeft, maar nooit voor 1 uur 's middags. Vaak blijft hij open tot laat in de avond. Ik liet ze voor wat ze waren en wankelde naar huis door de poppenstad bij nacht. Kasseien en kastelen. Het lijkt hier verdomme wel een Hoofse roman. De ontdekking van het gat in het plafond heeft me hernieuwde energie gegeven. Mijn zintuigen beginnen weer te functioneren. Vanmiddag liep ik langs een huis vol briefjes op de ramen. Boeddha ja, Allah nee en stop, moslimterreur tegen schapen. Daaronder een foto van een geit. Binnen zag ik niemand, wel een hoop kaarsen en planten. Ik wandelde verder door de straatjes van het Patershol. Opvallend, de Plotersgracht ruikt naar verbrande kaas, de Vrouwenbroersstraat naar oud frituurvet. Ventilatieroosters van restaurants, achterkanten. Ineens had ik de moed om verder te lopen zonder te weten waarheen. Het hielp dat het niet regende. Walter Benjamin schrijft: in een stad de weg niet kunnen vinden zegt niet veel. Maar in een stad verdwalen, zoals je in een bos verdwaalt, daar heb je scholing voor nodig. Dan moeten straatnamen tegen de verdwaalde spreken als het kraken van dorre twijgen en moeten kleine straten in het binnenste van de stad het uur van de dag voor hem even duidelijk weerspiegelen als een dal in de bergen. Eigenlijk gaat het over Gent,
over de ziel van Gent, begrijp je?